Ja, zo was het wel, hè? Nou, kennelijk wel. Ja. Hoe kwamen jullie aan de tip? Ik bedoel, de gouden tip van iemand die je attent maakt op... bij DSB is nog veel erger dan bij Texture Lease en Rabo bij elkaar. Ja, we hebben sowieso ontzettend veel mail en telefoon. En bedoel, die radarlijn, dat is niet voor niks. Maar tegenwoordig ook heel veel mail. Want hoeveel reacties krijg je? Hoeveel tips krijg je per dag? Ik denk dat wij per week zo 3,000-4,000 mailtjes krijgen. Ja. Ja, het is echt ook wel eens, het is ook wel eens een probleem om het gewoon te handelen. Dus wij hebben vrij veel contact met mensen. En op een bepaald moment zie je gewoon iets zich ophopen. En wij zijn toen ook gebeld door Jelle Hendricks. Die was natuurlijk ook bezig. En die was van de Stichting Hypotheekleed, heette dat later. Ja, nou, daar zat hij nog niet eens bij. Want die stichting was nog niet eens opgericht. Want dat is pas later naar die uitzendingen gekomen. Maar die had ook een paar klanten. En toen zijn we erin gedoken, verschillende verhalen. En toen is dat eerste verhaal gekomen. Ja. Want Jelle Hendricks zat inderdaad ook prominent in jullie uitzending. Maar die was ook een tipgever geweest. Ja, die heeft jullie ook op het spoor gezet. Ja. En dat was iemand die wel veel achtergrondkennis had over hoe die zaken in elkaar zaten. En wat wij in die eerste uitzending met name heel erg gedaan hebben, is laten zien hoe die schulden van een huis van wat ongeveer 180.000 euro waard was, opliepen tot boven de 3 ton... aan de hand van 8 koopsompolissen, waarvan 5 overlijdensrisicoverzekeringen. Hoe vaak kan je doodgaan? Voor de zekerheid. Een beetje je indekken. Dat je denkt, ja, maar hoe kan je dat doen met mensen ook die het gewoon absoluut niet konden betalen? Ja. Het thema eigenlijk, het hele leidmotief, 10 jaar lang, is van je denkt te betalen voor een verzekering. Je denkt te betalen aan een hypotheek. En je betaalt eigenlijk de tussenpersonen. De tussenpersoon en de verzekeraar, allebei. Je betaalt meer, of de bank, ja. Je betaalt meer aan de bank en verzekeraars dan die verzekering zelf eigenlijk. Nou, ik denk dat banken gewoon op grote schaal het vertrouwen wat wij als consumenten hadden in de Nederlandse bank, waarvan je echt het oude idee nog had van die zorgt als een goed huisvader voor je geld. En als je dan dingen wilt die je eigenlijk niet kan betalen, dan is er een meneer bij de bank die zegt tegen je, nou meisje, dat moet je misschien maar even nog niet doen. Nog even eerst een beetje doorsparen. Dat is helemaal omgedraaid. Die banken hebben al die goedgelovige consumenten gezien als enorme klanten, mogelijkheden om heel veel geld en heel veel kosten te declareren, die vaak verstopt waren. Mensen hadden geen idee, want pas sinds commissie de Ruiter krijgen mensen overzichten van die kosten. Daarvoor hadden ze helemaal geen idee dat ze tot 80% aan kosten betaalden, hè, bij woekerpolissen. Wie verzint dat nou? Nou ja, goed, dat soort dingen, dat hebben we aan de kaak gesteld. En ik denk dat dat ook het beeld van banken en verzekeraars wel echt een deuk heeft opgelopen daardoor. DSB bestaat überhaupt niet meer. Nee. Leeggehaald in Bochum. Wat voor gevoel geeft het nou? Voel je daar een beetje schuldig? Want er zijn mensen door ontslagen. Of geeft het een heel triomfantelijk gevoel van, ik als journaliste, als tv-presentatrice, heb die hele bank toch maar op de knieën gekregen? Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik heb het idee dat het onvermijdelijk was. Ik huldig toch ook wel het beeld dat deze bank die kon niet. Want er ging te veel geld uit naar allerlei toch ook min of meer persoonlijke hobby's. En nadat ze het verdienmodel hadden aangepast, want dat was inderdaad wel gebeurd in april 2009, maar too little too late, of 2010... waren er geen geldstromen meer. Dus die bank was, hoe dan ook zonder ons, was ten onder gegaan. Je voelt je niet schuldig? Nee, helemaal niet. Nee. Radio 1. Argos. Dit is Luister in de Pels, een serie over onderzoeksjournalistiek in Nederland. De dilemma's daarvan. Ja, en wie dat eigenlijk zijn. De mensen achter de onderzoeksjournalisten. En onze gast vandaag is Antoinette Herzenberg, presentatrice van het consumentenprogramma, onderzoeksjournalistiek programma Radar. Trouwens ook van Opgelicht, hè? Van de ook van Opgelicht, ja. Daar ben ik geen eindredacteur, maar presentator van. Want bij Radar ben je niet alleen presentator, je maakt het ook echt. Ja, ben ik echt eindredacteur. Daar zit ik gewoon de hele week op de redactie, ja. Met hoeveel mensen eigenlijk? Hoeveel mensen werken daar? We hebben 4 verslaggevers, 5 redacteuren. Dan hebben we tegenwoordig iemand voor die enorme stroom mail erbij gekregen. Die hebben we vorig jaar duizenden mailtjes en tips en al die dingen die nagetrokken moeten worden. En dan hebben we een internetredactie op dit moment van 3 mensen. Is dat veel of weinig voor een televisieprogramma? Het is vrij veel voor een wekelijks televisieprogramma. Maar het is precies wat je zei. Wij moeten gewoon af en toe 2 weken kunnen investeren in een verhaal en het dan toch weggooien omdat het niks is. Hoe erg zit je er bovenop die redactie? Want als ik er naar kijk naar je programma's, denk ik, nou, dat is best een bazige tante. Ja, dan moet je misschien naar de redactie gaan. Nou, dat valt wel mee, denk ik. We doen het met z'n tweeën, Erwin Schievink en ik.
En op het moment dat wij vertrouwen hebben in mensen, we kennen de redacteuren natuurlijk en weten dat ze goed werk afleveren, dan ga ik echt niet elke letter controleren. Maar ze moeten wel eerst dat vertrouwen winnen. Ja. Want je bent natuurlijk als presentator ontzettend afhankelijk. Nou ja, weet ik zelf op miniatuur. Niveau, nee, maar die wordt dan niet voor. Maar vanaf het wel klopt wat je redacteuren zeggen. Ja, jouw kop gaat eraf als het mis is. Nou, en dat is toch het gesprek waarin we de boosdoener zeg maar confronteren, is live in de studio, is vaak in minuten erg beperkt. En als het dan niet klopt, dan heb je echt een heel vervelend gesprek live. En dan is er niks meer te houden. Ja, dus ik ben inderdaad heel erg afhankelijk van de redactie. En spreek je ook wel eens redacteuren streng toe, van als ze niet precies genoeg zijn of. Nee, want de meeste mensen bij ons weten dat echt. Die weten echt ook heel goed het risico wat ik loop. En die voelen zich ook zo verbonden met het programma dat als ik een vervelend gesprek heb, vinden zij het ook vervelend. Dus het is nou niet zo dat ik daar nou de boeman over hoef te zijn. Maar we zorgen wel bij nieuwe mensen dat ze daarvan doordrongen zijn hoe belangrijk dat is. Doe je zelfhoudige handwerk ook die tips natrekken en zo? Of heb je daar echt je mensen voor inmiddels? Nee, inmiddels niet. Nee, dat doe ik niet veel meer. Nee, nee, dat kan ik niet zeggen. Daar heb ik het gewoon te druk met andere zaken voor. Ja. Krijg je wel eens te horen van, dat krijg je bij Argos, omdat Argos ook een programma is dat niet bang is om op onderwerpen terug te komen. Maar dan krijg je ook wel eens binnen de redactie, maar ook wel van luisteraars of binnen de VPRO van, jee, alweer een uitzending over dat en dat onderwerp. Hebben jullie dat nou niet gedaan? Krijg je dat wel eens bij de tros, ja, of bij de redactie van, hou nou eens op met je gazeer over die boekerpolissen? Ja. Ja, zeker. Nee, en we proberen ook wel een zekere balans daarin te brengen. Dus het is ook niet zo dat ik vind dat je elke week woekerpolis moet doen. Het gaat toch uiteindelijk altijd om de relevantie van het verhaal. Maar als het echt relevant is en het is goed genoeg, dan moet je het gewoon brengen. Ja, ja, je moet niet bang zijn voor de herhaling. Gewoon doorgaan. Gewoon met doorgaan, onderwerp. Ja. Als ik naar die mensen geluisterd had al vanaf het begin van Legio Lies en woekerpolissen, dan waren we nooit geweest waar we nu zijn. Ze zijn bij de Tros kennelijk erg tevreden over je, want wat verdien je? dat kan iedereen overal lezen. het is wat leuker om het uit je eigen mond te horen, vind ik. Vind je dat? Ja. Ja, nou, ik heb het ook in de Telegraaf gelezen. Het stond op de voorpagina, nou, maar dan weet je toch nooit of het klopt. Dat weet ik zelf ook altijd. Nou, ik verdien echt een prachtig salaris en ik bespreek mijn salaris met de Tros en niet openbaar. Daar heb ik geen zin in. Maar goed, er hebben publicaties onder andere in de Telegraaf gestaan, want die vinden dat er schandelijk veel verdiend wordt bij de omroep in Hilversum. Behalve bij hun eigen omroep, Wakker Nederland natuurlijk. Maar dat zullen we nog wel zien hoe zich dat ontwikkelt. En jij wordt dan altijd als voorbeeld genoemd. Hè? Toch wel een beetje als een diva die meer dan premier Balkenende verdient. En dat vindt de Telegraaf dan niet terecht. Niet kunnen, ja. Nou ja, goed. Kijk, ik begrijp best die maatschappelijke discussie erover. Overigens is het zo dat vanuit het belastinggeld wordt niet meer dan de Balkenende bijdrage gegeven. En de rest betaalt de Tros vanuit andere winsten van de Troskompas en dergelijke. Ja. Nou ja, goed, maar dat blijft zo. Je bent een rolmodel, je bent een maatschappelijk voorbeeld. Het is een tijd van bezuinigingen. Gewone mensen als u en ik moeten ook inbinden. Ja, nou, misschien komt dat wel. Waarom moet een tv-presentatrice, een succesvolle tv-presentatrice, zoveel verdienen als jij doet? Ja, nou, weet je, het zijn kortlopende contracten. Je kunt er zomaar een keer uitvliegen. En het is zeker niet zo dat er dan zeg maar allemaal regelingen zijn, zoals wel voor de heer Balkenende er zijn op het moment dat gebeurt. Dus de vergelijking gaat niet altijd helemaal op. Maar kortlopend valt in jouw geval wel mee. Want dat staat ook in de Telegraaf. Deze een 6-jarig contract gesloten onlangs. Ja, waarvan er alweer een paar jaar om zijn. Ja. Maar goed, dat geeft behoorlijke veiligheid. Ja, tot op zekere hoogte. Dan zijn er ook nog allemaal beloningen op termijn van ook weer zoveel €10.000 euro's. Nee, dat is niet waar. Hebben ze dat gelogen, de Telegraaf? Nou, ik weet niet precies waar je het over hebt. Maar ik bespreek mijn salaris gewoon met de Tros. Klaar. Het gaat mij ook niet om het precieze cijfer. Het gaat meer om het principe. Je bent uit idealisme eraan begonnen. Daar hebben we het net over gehad. De dierenbescherming, de antivivisectie, noem maar op. Je stelt vaak aan de kaak dat bankiers en verzekeraars en zo zich misdragen of niet waarmaken waar ze voor zijn en waar ze voor betaald worden. Ik vind dat toch dan een beetje contrasteren met zelf ook een van de topverdieners van Nederland zijn. Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Maar? Nou ja, wat ik zei, je steekt je nek uit op een aantal dossiers. Je loopt veel risico.
En dat betekent gewoon dat daar iets tegenover staat. Nou ja, goed. Hoe zich dat ontwikkelt, zullen we zien. Hoe lang wil je het eigenlijk blijven doen nog daar? Nou, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik vind het echt nog steeds heel erg leuk. Want een van de vragen die ik in interviews met damesbladen het meest krijg is... Wat ga je hierna doen? Of heb je al zin in iets anders? In Nederland is het heel erg gebruikelijk dat presentatoren van televisierubrieken... om de 3 jaar aan een nieuwe uitdaging toe zijn. En dat heb ik helemaal niet. Ik vind het eigenlijk de laatste jaren interessanter dan ooit. Ook omdat radar natuurlijk zo'n factor is geworden... Kun je dingen aan de kaak stellen op een manier veel effectiever dan daarvoor. Dat vind ik interessant. Ja. Als ik van het damesblad was, Antoinette, zou ik nu ook vragen... van: heb je politieke ambities? Want je partner, Nico Kofferman, zit in de Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren. Dus misschien wil jij ook wel de politiek in. Vragen ze dat ook?